verhaal gehoord van een vrouw die een accident heeft meegemaakt en die daardoor veel vrienden en familie is kwijtgeraakt. Het was een mevrouw die op haar 19 een ongeval heeft gehad en daardoor is eigenlijk heel haar leven veranderd. Ze heeft nog altijd last van haar verwondingen en ze heeft ook heel veel mensen verloren. De persoon is doorgereden en ze is ook 34 meter verder. Ze is meegeslingerd door de auto, dus ja, het was wel een heel zwaar ongeval. Ik vond het heel knap verteld en ook, ik vond het indrukwekkend hoe sterk ze was. En ja, het is echt een voorbeeld voor andere mensen die misschien hetzelfde meegemaakt hebben, maar ik hoop ook voor de mensen die ooit de dader daarvan zijn, dat die ook nu hebben begrepen dat het echt wel nodig is om te stoppen, ook voor de verwerking van die persoon. Ik denk dat iedereen dat wel een pakkend verhaal vond. En iedereen denkt van, ja, dat kan ook met mij gebeuren, dat kan met iedereen gebeuren. En ook als iedereen u in de steek laat, dat echt wel... Je moet al zo sterk zijn om daaruit te komen. En als je dan nog zo weinig mensen hebt rond u, is dat volgens mij wel heel erg. Eigenlijk iedereen was heel stil, denk ik. Heel meegepakt door het verhaal ook. En dat snap ik ook wel. Dat is niet een verhaal dat je elke dag hoort. Als je aan de kinderen laat zien... wat er eigenlijk allemaal gebeurt, dat ze er een beetje een groter beeld van krijgen. En kan wel goed doen, denk ik.